ik ben Guido van Moorslaag van Leer Freestyle Voetbal en ik ga jullie vandaag helpen met de freestyle voetbaltruc de X-over tijdens het zittend hooghouden. Ik weet zeker dat jullie met deze uitleg in jullie talent het gaat lukken. Watch and learn. De X-over bij de sit-downs is een truc waar je je benen gaat kruisen tijdens het zittend hooghouden. Eigenlijk dezelfde techniek die je gebruikt bij de lower truc, de X-over, alleen dan tijdens het zittend hooghouden. Zorg ervoor dat je het zittend hooghouden eerst goed onder controle hebt voordat je met deze truc gaat beginnen. Dit maakt de truc makkelijker omdat je de bal beter onder controle hebt. Wat we gaan doen is dat we eerst de bal tussen onze voeten klemmen, om omhoog wippen en dan die X-overbeweging maken, dus die X-beweging en met je sterke been omhoog tikt. Uiteindelijk kun je ook later je zwakke been oefenen, maar we gaan eerst met je sterke been oefenen, omdat je dan makkelijker de beweging eerst kan oefenen. Als dat goed gaat, dus je hebt die X-over op je sterke been gedaan met die klem en je vangt hem daarna ook weer op in die klem, gaan we tijdens het hooghouden doen. Zorg ervoor dat je hem gecontroleerd hoog houdt, dat je hem omhoog tikt, niet te hoog, anders wordt het lastiger om onder controle te houden. Je kruist je benen weer en je zorgt ervoor dus dat je met je sterke benen omhoog tikt. Niet laten vallen op je sterke been, maar omhoog tikken. En dat je hem weer verder gaat hooghouden. Zorg ervoor dus niet dat je hem te hoog doet. Zorg ervoor dat je je benen goed kruist, sterke been gelijk omhoog. En je gaat weer verder hooghouden. Daarnaast heb je ook wat variaties van deze X-over. We hebben nu bijvoorbeeld gedaan dat je met je sterke been omhoog tikt. En dat je met je sterke been ook weer die X-over doet. En dan weer verder gaat hoog houden. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld met je zwakke been omhoog tikken. En dan de X-over gelijk doen. Daarnaast heb je ook een variatie met de X-over achter elkaar doen. Op hetzelfde been. Dat is op zich ook een hele toffe variatie tijdens een sit-down combo. Ook kan je de X-over links en rechts achter elkaar doen. Zodat je elke keer je benen kruist met die X-over, wat ook een hele toffe variant is. Maar goed, zorg er eerst voor dat je die X-over tijdens het hooghouden onder controle hebt. En dan kun je daarnaast hele toffe varianten doen met deze truc tijdens sit-down combo's. Dit was de uitleg van de sit-down truc, de X-over. Voor eventuele vragen zet een comment bij deze video of stuur me een e-mailtje via mijn website. Blijf op de hoogte van Leer Freestyle Voetbal door je te abonneren op het YouTube account en volg me op Facebook en Instagram. En remember, winnaars zeggen het is mogelijk, verliezers zeggen het is moeilijk. Wees die winnaar, geef niet op. Oefening bij kunst, chase your dreams.